Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is donderdag vandaag en nog één dagje en dan is het weer weekend. Zaterdag zal het lekker rustig zijn, want dan is Joost en Kevin van de BV, die zijn er allebei niet. Die gaan allebei naar Walibi voor de Halloween Fright Nights. Ik ga niet dit jaar. Ik ga niet graag naar Walibi. Het is mijn park niet. En attracties die daar zijn, zijn niet echt voor mij geschikt. Dus ik ga niet. Volgende week is de mini-meeting er. En ik heb een heleboel nieuwtjes in deze video. Dus kijk deze vlog helemaal uit. Want er komt een heleboel nieuwtjes komen er. Te beginnen dus de mini-meeting in het Openluchtmuseum in Arnhem. De mini-meeting zal dus zijn 14 oktober 2017 zit in de agenda. De mini-meeting zal dus zijn op zaterdag 14 oktober. Om 11 uur spreken we daar af bij de ingang van het Openluchtmuseum. Dus schrijf het in je agenda. Volgende week zaterdag, of in ieder geval aanstaande zaterdag om 11 uur bij de ingang van het Openluchtmuseum in Arnhem. Wie zal daar zijn? In ieder geval zullen daar zijn Joost, ik en Kevin. Michael zal als het goed is ook komen. Ik hoop dat hij nog komt. Hij zei dat hij dan denk ik wel zou lukken. Dus bij deze is waarschijnlijk Michael er ook. De meeting zal dus zijn om 11 uur bij de ingang. Ga daar staan en dan komen wij vanzelf 11 uur naar jullie toe. Daarna gaan we dus het Openluchtmuseum in na een babbeltje van een kwartiertje, 20 minuten, half uurtje. Daarna gaan we het park in. Je hoeft niet mee het park in te gaan. Het Openluchtmuseum in te gaan. Je mag ook daarna naar huis gaan. Maar wij gaan in ieder geval het park in. En dan gaan wij nog, nou ja, als het 11 uur is, dan is het 11:30. Dan gaan wij ongeveer, denk ik, om 11:30 gaan wij het park in. Als wij het park ingekomen zijn, blijven wij tot 12 uur blijven wij bij onze meeting mensen. De mensen die dus gekomen zijn op de meeting. Na 12 uur gaat iedereen zijn eigen gang. Dat wil dus zeggen dat iedereen weer zijn eigen kant kiest en verder gaat op het park zelf en we gewoon afscheid nemen. De mensen uit de BV die blijven gewoon bij elkaar, maar het is meer een afscheiding tussen de mensen die gewoon fan zijn en de mensen uit de BV. De mensen uit de BV zullen gewoon in dezelfde groep blijven. Dan heb ik nog een melding en dat is dat ik de t-shirtjes geregeld heb. Ja, ja, ze zijn te bestellen nu. Officieel zijn ze nu te bestellen. En ik zou zeggen, kijk even naar het onderstaande e-mailadres itsultrex@hotmail.com. Stuur daar een mailtje naartoe en dan kon je bij mij een t-shirt bestellen van It's Ultrex. Je weet hoe het t-shirt eruit ziet. Hij zal iets anders zijn als het shirt wat ik heb, omdat ik nog de eerste leverancier heb en ik heb inmiddels een andere leverancier die goedkoper is. De t-shirts zijn €15 per stuk. €15 per stuk. En dan kun je zelf, moet je dan in de mail even zetten wat de maat is van het t-shirt naar keuze. €15 zijn dus de shirtjes van It's Ultrex. Nou, zoals jullie weten staat er aan de voorkant het logo op. Je ziet het hier nog even in het korte video. Het logo staat erop. En wat er ook op staat, aan de voorkant staat het logo.
En aan de achterkant van het t-shirt staat dan het webadres youtube.com/itsultrex. Dat is dus de t-shirtjes. Ze zijn vanaf nu zijn ze te bestellen bij mij. €15. Wil je een t-shirt bestellen? Stuur even een mailtje naar itsultrex@hotmail.com. Dus itsultrex@hotmail.com. Daar kan je dus een e-mail naar sturen als jij een origineel It's Ultrex t-shirt wil hebben. Wat voor de rest nog eventjes te doen is, dat is de BV. De It's Ultrex BV. De It's Ultrex BV bestaat momenteel uit 3 mensen. Dat zijn Kevin, Ikke en Joost. Mensen die mee willen doen met de BV, en dan heb ik het over vrienden, die wil ik graag ook, daar wil ik ook in ieder geval bij vermelden dat die even een e-mailtje moeten sturen naar itsultrex@hotmail.com, hetzelfde adres als de t-shirts, als je mee wilt doen. Dit geldt voor Michael, Ramon, Ricardo, Rob, en voor deze mensen gelden het. Dus sta jouw naam hierbij. Stuur even een mailtje als je mee wilt doen met de It's Ultrex BV. Staat wel wat tegenover, dat is dat je wel, dat je wel mee wilt doen en dat je ook bij meetings bent. Er moet wel wat tegenover staan. Je moet wel ook met de BV mee willen doen. Dus het is echt iets dat je mee wil doen. Als je echt mee wil doen. Het kan eens een keer zijn. Ik kijk niet gelijk op aanstaande zaterdag. Kijk ik gelijk. Maar het is niet de bedoeling dat je lid bent van de BV. En dat je 0 keer komt. En wil je gewoon meedoen, dan kan dat. Dit is dus alleen voor degene die ik bij naam genoemd heb. Andere mensen die een mail sturen van ik wil in de BV, worden niet behandeld. Het gaat enkel en alleen om Ramon, Rob, Michael en Ricardo. Nou, ik heb vandaag een stream opgenomen met Michael. Goh, eindelijk weer eens een keer. Jeetje, wat was dat lang geleden dat ik met Michael een stream heb opgenomen, zeg. Verschrikkelijk, wat duurde dat lang. Maar hij was er weer en het was gezellig. Ray was erbij en Rob was erbij. Was hartstikke gezellig. Jongens, hartstikke bedankt voor de gezellige avond. Was hartstikke toppie. Super was het. En laten we het vaker doen. En wat dus ook in de livestream gezegd werd. Jongens, laten we een BV maken. Gewoon ook voor het gamen. Want ik krijg allemaal verzoeken op de PlayStation. Van verzoeken van mensen die ik niet ken. En die gaan dan berichten sturen. Onder werktijd, terwijl ik overdag gewoon aan het werk ben. En bij deze hebben we dus de regel ingesteld. Dus alleen mensen uit de BV kunnen meedoen in de livestreams. En kunnen zich eigen aanmelden in de party. En de party, dat is dan het gedeelte waar we met elkaar kunnen kletsen. Iedereen is welkom op de livestream. Om lekker gezellig in de livestream mee te kijken. Maar het gedeelte van opname met de livestream, dat is echt, helaas moet ik dat beperken tot een aantal mensen. Omdat de aanvraag zo groot is dat ik het amper anders kan verwerken allemaal. Het wordt gewoon te druk. Dus Rob, Joost, Michael, Ray zelf nog, die kunnen gewoon meedoen bij de parties, in de livestreams
in Grand Theft Auto 5. En de rest verzoek ik dringend toch vriendelijk om gewoon alleen mee te doen en gebruik te maken van de chat. Vriendschapverzoeken van vreemden worden dus niet meer geaccepteerd. Zo, dit was even een heel verhaal, was dit. En ja, het is even een korte vlog. Ik heb het een beetje druk gehad, maar begin ik altijd om 4:30 met mijn beginpraatje. Ja, het is nou een beetje druk geweest. Ik kreeg om 4:30 wel visite. En ja, daarna moest ik eten en daarna kwam gelijk op de livestream. Dus wat dat betreft is het even een korte vlog, omdat ja, ik het nogal druk heb. Ik zei het al van de week al, van het is de laatste tijd een beetje een drukte van je welste. En daarom ja, zijn er volgens wat korter. Ja, ik heb nog wel gemerkt dat er één vlog bij was, die was iets van 15 minuten. Dus wat dat betreft, ja, gaan de vlogs toch best wel snel of zijn best wel lang. Maar ja, af en toe kan er even een korte vlog tussen zitten omdat het te druk is of ik te weinig te melden heb. Heb daar alsjeblieft begrip voor. Ja, ik werk van 7:30 tot 4:00 en ik heb het gewoon af en toe ook wel eens buiten werktijd. Als ik dan klaar ben met werken, heb ik het gewoon te druk en dan kan ik niet altijd een lange vlog opnemen. Ik hoop op jullie begrip daarvoor. Van het weekend ga ik wel weer vloggen. En dan wil ik de vloggen wat langer maken. Ik weet nog niet of dat het een buitenvlog wordt. Want het schijnt van het weekend weer heel erg slecht weer te worden. We zitten momenteel weer echt in de herfst. In de herfst. En dadelijk komt de winter eraan. Dus het zal even een beetje... ja, het slechte weer komt weer eraan. De avonden die worden korter. Het wordt sneller donker buiten. Dus ik weet niet of dat ik elk weekend een buiten opname ga doen. Voor volgende week wil ik jullie in ieder geval er even op melden dat de vlog van Feyenoord, dat is op zaterdagavond, die vlog die wordt zondag pas uitgezonden. Aanstaande zaterdag is de vlog van... dan moet ik even heel goed even kijken wat ik, of dat ik het heel goed zeg. Juist. De vlog van zaterdag, aanstaande zaterdag, ga ik natuurlijk eerst naar het Openluchtmuseum overdag. En 's avonds is de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle. En die vlog die zullen jullie een zondag zien. Nou, ik ga aan deze kant ga ik weer hangen. Ik hoop dat ik jullie allemaal er genoeg informatie gegeven heb over de Openluchtmuseum meeting. Over de t-shirts. Willen jullie dus een t-shirt bestellen? Het kan, het kost 15 euro. En je kunt dus een mailtje sturen als jullie een t-shirt bij mij willen kopen. Een origineel It's Ultrex t-shirt. En jullie kunnen mailen naar itsultrex@hotmail.com. Nou, ik bedank iedereen voor het kijken. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En skabedi, skabedoe, skabedabba, doei!